was een start. Dan doe ik het ook van vaker terug een beetje. Goedemiddag allemaal. Namens het organiserende comité van deze plechtige gebeurtenis mag ik jullie allemaal welkom heten. Doen dat nooit zo officieel, maar zo'n service verblijven. Waarom dat het zo officieel is, willen we nu al danken bij voorbaat voor de ongelooflijke inzet en gelet van de zomer, dit half jaar en in de zomer gaan betuigen. En die moesten ze al binnen zijn, die andere mannen eigenlijk. Maar ze zeggen, ze gaan het voor mij overpakken. En doe flink nee, want het komt op YouTube. Ah, dat is niks keer. Nee, maar flink nee te doen, want het komt op YouTube. En nu jij? Oei, kom maar. We hebben het geluid, Ben. Ik neem nu over. Nee, maar. Is het lekker, juffrouw? Ja, ja, lekker. Beste mensen, ik heet u welkom op deze kadettenschool. Jullie zijn uitverkoren, hoewel ik mij daar een beetje vragen bij stel wie die selectie gemaakt heeft. Ja. Jullie zijn uitverkoren om begin juli een kadettenschool op te richten op het TIS, daar in de bossen. Wij gaan nu, om te beginnen, één regel, juffrouw, als ik spreek, luistert u geboeid. Of u doet op zijn minst alsof. Ja? Wil jij daar gaan zitten? We gaan allemaal recht staan om te beginnen. Recht staan. Dank u, juffrouw. Mensen, het draait hier om één zaak. Jullie luisteren, dat voorrecht heb je. Jullie marcheren, als wij het zeggen, en we gaan het zo dadelijk buiten oefenen. Ik ga u eerst voorstellen. Aan luitenant. Dat ben je. Hallo, hè? Van Omen. Luitenant. Van Kralen dan. En luitenant. Van Uiten. Als zij met jullie klaar zijn, zijn jullie zo scherp als een katmes. We gaan daar misschien nog wel een beetje werk aan hebben. Wij gaan nu naar buiten, op rijen van 2. Akkoord, iedereen kan tellen tot 2. Ik wil dat u dat eens demonstreren. Wij gaan in stilte, ik denk dat iedereen in Nederland verstaat. Wij gaan in stilte naar buiten. Als een groep en niet als een kudde. Handen uit de zakken.